Koning Albert heeft vanochtend in het Zwitserse Küsnacht zijn moeder, koningin Astrid, herdacht, die daar precies 75 jaar geleden verongelukte. De auto, bestuurd door haar man, koning Leopold III, raakte van de weg en kwam tegen een boom terecht. De immens populaire Astrid was pas 29 en anderhalf jaar koningin van België. Leopold verloor de macht over het stuur. De zwangere Astrid werd uit de auto geslingerd, kwam met haar hoofd tegen een boom terecht en was op slag dood. Koning Albert groette vanochtend de plek waar zijn moeder 75 jaar geleden overleed. Op de oever van het meer is een kapel gebouwd te harer nagedachtenis. Daar woonde de vorst een mis bij. De toenmalige prins Albert was pas 1 jaar oud toen zijn moeder, koningin Astrid, op deze plek in 1935 verongelukte. Albert was het 3e kind, het huwelijk van Leopold III en Astrid. Een huwelijk dat werd ingezegend in 1926. Ze arriveerde in Antwerpen met de stoomboot uit Zweden, haar geboorteland. De prinses omhelsde haar toekomstige echtgenoot, prins Leopold, al op de loopplank. Voor die tijd een ongewoon intiem beeld. Het huwelijk zelf is opgezet door onder andere door koningin Elisabeth. Die is op zoek gegaan naar een geschikte huwelijkspartner voor haar zoon. Maar daarnaast is er inderdaad een verliefdheid ontstaan, wat zelden gezien was of nooit gezien was. Alle vorige huwelijken van prinsen en prinsessen die waren meestal gearrangeerd. Dat waren staatshuwelijken, er was een berekening van het diplomatieke belang enzovoort. En dat is nu niet het geval. De ongedwongen manier waarop Astrid met haar kinderen en met de mensen uit het volk omging, maakte haar al snel populair. Al was die eenvoud ook wel voor een stuk in scène gezet. Probeer duidelijk te maken, kijk, wij leven zoals jullie. Hè. We zijn vader en moeder, wij zorgen voor onze kinderen, wij blijven in vijfvoudig. Terwijl voor een deel zeker dat laatste een fictie was. Hè. Haar begrafenis bracht tienduizenden op de been. Het land was in rouw en Astrid werd een mythe. Ja, koning Albert dus vanavond 3 uur lang in gesprek met Elio Di Rupo. Maar eerder vandaag was hij nog in Küsnacht in Zwitserland. Hij was daar om zijn moeder koningin Astrid te herdenken, die 75 jaar geleden overleed. Ze is in Küsnacht omgekomen in een auto-ongeluk. Ze was nog geen 30 jaar. Koning Albert houdt een minuut stilte aan het kruis waar zijn moeder 75 jaar geleden stierf. Hier in Küsnacht houdt men de traditie in ere om op de sterfdatum van Astrid een herdenking te houden. Maar dit jaar wilde de koning er zelf bij zijn. Albert heeft zijn moeder nauwelijks gekend. Hij was 1 jaar toen ze stierf. Küsnacht blijft een pijnlijke herinnering. L'accident du 29 août 1935, l'arracha à l'affection de son époux, de ses trois enfants, alors qu'elle n'avait que 30 ans. La mort est toujours une déchirure atroce et un mal incompréhensible. Het ongeval aan het Vierwoudenstedenmeer gebeurde tijdens een uitstapje. Koning Leopold III verloor de controle over het stuur. Zijn vrouw werd uit de auto geslingerd en kwam met haar hoofd tegen een boom terecht. Das Auto ist dann rechts von der Straße abgekommen aufgrund einer Unachtsamkeit und ist dann an der Schräge des Hügels hinuntergefahren und hat den Birnbaum gestreift und Königin Astrid hat sich dann dort tödlich verletzt und ist ja auf der Unfallstelle gestorben. Astrid was op het moment van haar dood 1 jaar koningin. Ze was in heel korte tijd populair geworden en haar dood maakte veel emoties los. Astrid liet 3 kinderen achter, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Ik denk schon, dass dieser Besuch für ihn sehr emotionell ist. Ich meine, es ist der Todesort seiner Mutter. Und es ist schön, dass er an diesem 75. Gedenktag an die Stätte des Todes gekommen ist. Albert heeft zelf altijd gezegd dat de toekomst van België er heel anders had uitgezien als zijn moeder was blijven leven. De dood van Astrid heeft een belangrijke politieke impact gehad ook op België. Deze trip naar Küsnacht was de enige buitenlandse verplichting van Albert in weken. Nu keert hij terug naar Brussel om daar de politieke crisis te bezweren. Barentijd voor het nieuws in Küsnacht.
Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat koningin Astrid is overleden. Koning Albert die was nog maar een baby toen hij zijn moeder verloor. Astrid heeft altijd een heel speciale plaats in zijn hart ingenomen. Gisteren woonde de koning al een herdenking bij in de buurt van Sierre-Nion. En vanmiddag trok hij naar de plaats van het verkeersongeval in het Zwitserse Kusnacht. De koning vloog vanmorgen speciaal naar Zwitserland, omdat hij op de dag van het overlijden van zijn moeder de herdenking zelf wilde bijwonen. In Kusnacht in Zwitserland staat er een kruis in het gras, precies op de plek waar koningin Astrid verongelukte 75 jaar geleden. Ehren der verstorbenen Königin Astrid halten wir nun gemeinsam eine Gedenkminute. Er zijn ook Vlamingen naar Kusnacht gereisd. Enkele van hen trekken te voet naar België terug om geld in te zamelen voor het kinderkankerfonds. Fantastisch, hè? Ja. Ik hoop dat u niet te slecht meer hebt. Nee. Zijn u goed uitgerust? Ja, ja, dat is al de derde keer. En voor ons is het de geest van koningin Astrid ook nog die leeft. Dus, Vlakbij is er een kapel ter nagedachtenis aan de koningin. Elk jaar wordt er een mis opgedragen en geregeld zijn er leden van de koninklijke familie aanwezig. Ook in ons land woonde de koning een herdenking bij, gisteren. In het dorpje Bliquemont in de Ardennen staat er een kapel ter nagedachtenis van koningin Astrid. De kapel ligt vlakbij het koninklijk buitenverblijf van Sierre-Nion, maar de koning komt er zelden. On l'a vu qu'il se promenait une fois le long de la Lesse en sur Lesse avec le prince Philippe, mais ça fait déjà très longtemps. Nu kwam koning Albert dus zelf naar de kapel van Bliquemont om er de jaarmis voor zijn moeder bij te wonen. Majesté, bienvenue à cette cérémonie d'hommage à la reine Astrid, votre maman, que vous n'avez pratiquement pas connue. Voici 75 ans, elle a perdu la vie à l'âge de 29 ans. Sire, vous poursuivez infatigablement votre mission au service de l'unité du royaume de Belgique. Nous vous en sommes reconnaissants. Na de mis trokken de parochianen en de koning naar de boerderij vlak naast de kapel. Iedereen die de dienst bijwoonde, kreeg er een stuk taart en een drankje. Ja, de Zweedse prinses Astrid was nog geen 2 jaar koningin van België toen ze omkwam tijdens dat dramatische verkeersongeval waarbij haar man Leopold een fatale stuurfout maakte. Haar overlijden bracht België in diepe rouw, want ze was dan ook mateloos populair. Spontaan, charmant en bescheiden, zo omschrijven de Belgen hun gloednieuwe prinses Astrid. Op haar 20ste ruilt de prinses Zweden in voor België en wordt ze de vrouw van prins Leopold. Samen krijgen ze 3 kinderen, Josephine Charlotte, Boudewijn en Albert. Iets voor de geboorte van die laatste worden Leopold en Astrid koning en koningin van België. Ondanks hun titel voeden ze hun kroost zo eenvoudig mogelijk op. Het gezin trekt er graag op uit. Augustus 1935 reizen Leopold en Astrid met hun 2 oudste kinderen naar Zwitserland. De 1-jarige Albert is niet mee, hij is nog te klein. Zus Josephine Charlotte en broer Boudewijn keren per trein terug naar Laken. Hun ouders volgen in hun gloednieuwe sportwagen, een Packard 120 Cabriolet. De koning had dat auto zelf chauffeerd. Und er hat dabei auf die Königin der Berge, die Rigi, geschaut und hat dabei, war dabei sehr unachtsam und ist von der Straße abgekommen. Wir sehen dort noch den Strunk des Birnbaums, wo das Auto gestreift hat. Astrid wurde uit de wagen geslingerd en knalt tegen de boom. Und die Königin ist dann am Fuße des Birnbaums liegen geblieben. Das Auto ist Richtung dem See weitergefahren. Für die Königin war leider jede Hilfe zu spät. Dies war eigentlich reines menschliches Versagen des Chauffeurs, des Königs selber.
Das war der Wunsch des Königs, dass man das Fahrzeug hier in der Schweiz versenken soll. Auf rund 190 bis 200 Metern ist das Fahrzeug heute noch im See vorhanden. My father had only a broken arm. She could have fallen to the grass and nothing would have happened, not more than my father. So I think that fate plays a great role in our lives, all of us.